Yo gasten van het Gamepedaal, mijn naam is Ronald. Yo, yo. En vandaag speel ik met jullie Sims 4. Maar ik ga vandaag wat anders doen dan normaal. Ik ga vandaag namelijk met jullie YouTubers namaken. Ja. Ik ga jullie favoriete YouTuber namaken van David tot en met Lars. We kunnen vette dingen maken. En we gaan een grote YouTube familie maken. Met meer dan 10 man. En het gaat sowieso epic worden. Want ik ben echt benieuwd. En let me know als jullie meer willen. En we gaan beginnen met Lars. Lars van Schaik. Zo, Lars is wel een beetje de... Ik denk... Even kijken. Lars zit rond de 25 jaar. En ik denk dat dit wel goed is. Hij is wit. Hij is blank. Niet zo blank. Beetje zo. Zo ongeveer. Zie Lars dan gaan. Nou, dit is Lars tot en toe qua uiterlijk. Maar nu gaan we echt beginnen. En hopelijk komen we tot iets uit. Wat erop lijkt. Net zoals ik weet, ik begin met de kleding. Heeft hij altijd een soort van blouse aan? Gewoon een blouse. Even kijken. Like this. En nu kan ik het verkleuren? Ja, oké. Meestal blauw. Ja, dit. Dit, precies. Precies. Dit doen we wit. Ja, dit klopt. Dit klopt. Deze doen we. Zo, aan. Eerst wil ik even... Zijn haar moet eventjes wat anders. Want nu lijkt het op een heel andere persoon. Even kijken. Hey, what the fuck? Zo lijkt je op een fucking meid. Dit klopt wel een beetje. Donker haar. Ja. Ja. Maar waarom heeft hij nog een vrouwengezicht? Lars heeft altijd een beetje een stoppelbaard. What the fuck? Dit klopt wel een beetje. Dit klopt wel een beetje. Zo lijkt hij op Octo. Oké, we doen zo neu. Ja, deze is perfect. Nee, hij heeft geen moedervlek of wat dan ook. Fucking oog heeft hij. Donker. Ja, dit is het wel een beetje. Het geeft toe, hij lijkt een beetje erop. Hij lijkt er best wel op. Nou jongens, dit is de heer Vakonov. Ik vind hem er nog best wel op lijken. Kom op. Geef toe. Hij is dapper. Als hem iets niet uitstaat, dan meldt hij het ook meteen. Dat is echt goed. Altijd vriendelijk. Zuinig. Hij is heel erg zuinig. En hij is toch wel een geboren artiest. Ja, als ik zeg, ga even rijmen of zo. Dan heeft hij meteen een goede rijm. En ja, dit is hem. Dit is Lars. Vakonov. We gaan David van Dus David Games even namaken. We kunnen het. Nou, dit is David al. David Harms. Laten we zijn swag haar zoeken. Waar is het swag haar? Nou, dit is het enige haar wat ik nu kan vinden. Verder is er niet iets speciaals. Hij heeft soms wel een zichtbare baard. Ja, dat is zo. Nou, dit is David. Ja, dit klopt wel, man. Hij is altijd vriendelijk. Hij kan best wel... Als dat moet, dan doet hij het. Feesten. Ja, workaholic. Kan kloppen. Hij houdt van zijn YouTube-baan. Hij is er altijd mee bezig. Hij vindt het vet. Hun humeur leidt eronder. Dat is weer niet. Ja, computernut. Ja, computernut. Hij weet veel van computers. En dit is de heer... David. We gaan nu voor Reve. Ik hou gewoon Harms. Reve Harms. Ja, dit is awkward. Ze heeft rood haar. Nou, nee, ze heeft het weer naar bruin. Of ze laat het toch rood maken. Want ze heeft toch nog wel de image als roodharige. Die heeft ze ooit eens rood geverfd. Oké, dan houden we dit. Sorry, Rivé, als je dit ziet. De uiterlijk klopt ook wel. Deze vind ik toch wel het meest erop lijken. Deze lijkt toch wel het meest op van alle die ik nu heb gemaakt. Moet ik toegeven. Ik ben pro! Wat zou ik doen? Ze is vriendelijk. Wagels. Als je zegt, hey Reve, spring met een parachute uit het vliegtuig en dan doet ze dat. Bluff, als je water over me heen gooit, zelfs doet ze ook. Kijk maar in de beschrijving beneden een video. Ja, deze lijkt ook best wel op. Ja, ja, compliment aan mezelf. Ja, ja. We gaan Milan Knol maken, yeah! Hashtag. Maak zelf maar af. Hij heeft altijd pet op. Als ik moet kiezen, dan is dit het beste. Denk ik. Milan is meestal wel gestoord. Dus we geven hem een fucking Easter Bunny shit. Nou, dit was snel. Oké, wat is hij? Een goed gevoel voor humor. Gestoord. Geboren kok. Zo, huppakee. Ja, dit is dus Milan. En we gaan zijn stem aanpassen. Kan dat? Moet toch wel kunnen. Kun je nergens zijn stem aanpassen? Oh ja, hier kun je zijn stem aanpassen. Ja, zo. Jabo. Ja, we houden het zo. We doen Jan-Peter Balkenende. Ook al is dat geen fucking YouTuber, maar we doen het gewoon. Ik ben Jan-Peter Balkenende. Balkenende. Ik weet niet hoe ze de naam schrijft, maar...
Boeien. Oké, okay, hij is spierwit. Hij heeft echt zo'n typische nerdy kapsel. Ja, ja, dit klopt gewoon. Hij heeft een bril. Een ronde bril. Oké, okay, dit is dus Jan-Peter Balkenende tot nu toe. Hij zit altijd in pak, wanneer ik hem op de televisie zag. Zo, en deze doen we ook nog zwart. Dit is in mijn ogen Jan-Peter fucking Balkenende. Hé, hey, what the fuck? Waar is hij gebleven? Hij is veranderd! Hé! Hey! Dit was niet de bedoeling. We gaan nu Shrek maken. Shrek is super dik natuurlijk. Nou, what the fuck? Oké, okay. Volgens mij is hij toch ook kaal? Ja, dit klopt wel. Dit moet ook groen. Zijn oren staan helemaal zo. Nou, hey, what the fuck? Dit klopt ook nog wel een beetje. Dit klopt wel een beetje. Hij heeft altijd kapotte kleren. Dit was altijd bruin. Dames en heren. Dit is motherfucking Shrek. Yeah, hij lijkt er volledig op. Echt totaal niet zelfs. Hij heeft een hekel aan kunst, hekel aan buiten. Hij is altijd humeurig. Kwaadaardig, ik vind hem ook kwaadaardig, zo. Nou, dit ben jij. Ik vind dat je wel boos moet kijken trouwens. What the fuck? Oké, jongens, dit is Shrek. Timo. Timo van... AGP. Oké, we gaan Timo eigenlijk veranderen. Timo gaan we veranderen in Peuter. Timo, jij hebt een afro. Dit is een afro wat we kunnen hebben. En wat geven we Timo? We gaan Timo een bol hoofd geven. Nou, Timo heeft een dun hoofd. Nou, dit is Timo, jongens. Dit is Timo. Timo is een bankhanger. Hij is gestoord. Dat was het. Nou, dat was Timo. Ja, ik ga nu mezelf maken. Ik ben geen peuter. Ik ben ook geen vrouw. Ja, dit... Ja, maar... Ja... Ik heb beetje bakbarden. Ja, ik ga mezelf zakelijk maken. Ik ben zakelijk hier. YouTube video's maken, lekker zakelijk. Hé, het ziet er best wel cool uit, hè? Ja. Ja. Oké, okay, wat ben ik? Ik ben een feestbeest. Tequila. Hey. Ik ben genie. Don't fuck with me, or I will kill you. En ik geef altijd graag een feestje. Zo. Ronald van HGP. YouTube huis en Crips. En Shrek. Zo, dit is de YouTube huis. Wil jullie meer Sims video's? Laat het achter in de reacties beneden. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op het gameportaal. Dit is het eindresultaat. Ik en Timo zijn broers. Wij zijn broers. En Reve en David zijn vriendin. Shrek is met Milan vriend. Net zoals huisgenoot. Zo. Nou, dit was het. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.